Begin december ging het in Utrecht helemaal mis tussen supporters van Twente en FC Utrecht. Dat incident is nu voor Enschede reden genoeg om een kleine 60 Utrecht supporters een stadsverbod op te leggen. Feit is dat ik voldoende aanwijzingen vanuit het verleden heb dat het niet botert tussen de FC Utrecht hooligans en groepen van rond FC Twente. De supporters van Utrecht willen nu met een bodemprocedure bereiken dat een rechter zich tegen het stadsverbod uitspreekt. Wij vinden het een sterk overdreven reactie van de burgemeester. Totaal geen signalen dat er... Dat de mensen af zouden reizen naar Enschede. Dus ja, wij snappen er helemaal niks van. Nou luister, 4 december was het vorig jaar. Is er met stenen gegooid, is er agressief opgetreden naar elkaar met vuurwerk gegooid. Er zijn enorme arrestaties gepleegd. Er waren charges van de ME. Mag ik dat dan alsjeblieft ook als voldoende beschouwen om nu vanmorgen een paar voorzorgsmaatregelen te nemen?